Ongeveer 1 op 3 jeugdspelers bij voetbalclub Tempo Overijse is anderstalig. Daarom heeft de club nu beslist om gratis lessen Nederlands aan te bieden. Gisteren vond de eerste les plaats en Helen Boogaerts was erbij. Zoals in veel voetbalploegen in de Brusselse rand spreken heel wat jeugdspelers bij Tempo Overijse geen of gebrekkig Nederlands. En daar wil de voetbalclub nu iets aan doen, door gratis taallessen aan te bieden. We zagen dat de instroom van anderstaligen toch wel zorgde dat die cohesie binnen bepaalde groepen dreigde een beetje moeilijker te gaan lopen. En vandaar dat we het idee terug hebben opgevat samen met de VZW Crosspas om dit initiatief dat we vroeger al eens uitgeprobeerd hadden opnieuw nieuw leven in te blazen. Van het voetbalveld naar de schoolbanken dus. How long have you been playing soccer? Since I was 2.5. 2.5. So then you say, sinds ik 2.5 ben, speel sinds ik voetbal? Sinds ik 3.5 ben, speel ik voetbal. Het is niet de bedoeling om er echt een echte les zoals in de klas van te maken. Dat ze ook moeten luisteren en stilzitten en dingen opschrijven. Het is eerder de bedoeling dat ze eigenlijk op een ludieke manier zo'n beetje meer de voetbaltermen onder de knie krijgen. De jonge spelertjes reageren alvast enthousiast. If I'm in a soccer match and I don't speak Dutch, then I can't tell them where I want them to go in order to pass. So then it will be a lot easier if I can pass and tell them where I want them to go and maybe score. Yeah, because how do you do it now? Now I just tell them, well, I speak German, so I try to use German and I try to speak to them like that. But it doesn't always work. If you want to play for a Belgian team, you have to know the two languages, French and Dutch. Can it also help you to become a good football player? Yes, it can. I want to be a good player like Messi, but it's true, no one can be like Messi.